We hebben bananen op kantoor liggen in onze spreekwoordelijke kantoorjungle. Die bananen die hebben we daar liggen omdat als mensen dan bezig zijn en hun focus hebben, leg je die op het bureau. En dan weten de andere uh, werkers zeg maar, die er zijn, die weten dan dat je niet gestoord mag worden. Een kantoorjungle waar lokale ondernemers werken, sporten, elkaar leren kennen en helpen. Zo'n plek probeert Shared Spaces Haren te creëren in het oude ABN AMRO pand in het centrum van Haren. De afgelopen zes weken is het gebouw compleet verbouwd en sinds deze week zijn de deuren open. En de eerste reacties zijn positief. Als het van jezelf is zie je altijd wel puntjes voor verbetering. Uh, maar we krijgen fantastisch leuke reacties. Um, de mensen die hier momenteel al aan het werk zijn, die reageren hartstikke um, positief. En de mensen die sporten of die binnenkomen, die zeggen echt wauw. Dus dat, dat geeft ook wel een goed gevoel zeg maar, uh, daarin. Mensen kunnen hier dus een werkplek huren en krijgen daar een sportabonnement bij. Volgens de organisatie is het belangrijk om dat met elkaar te combineren. Wij geloven eigenlijk in een geheel tussen uh, werken, sporten en eten. Op het moment dat jij gaat sporten en daar een afspraak voor boekt in je zakelijke agenda, dan um, heb je gewoon de ruimte en de mogelijkheid om dat ook werkelijk te doen. Vaak is werken, of, uh, sporten en eten wordt het ondergeschoven kindje. Op het moment dat je heel druk bent. Maar wij proberen hier eigenlijk iedereen een beetje te motiveren. Daarnaast vinden we het heel erg belangrijk om wat terug te doen voor de gemeenschap. Um, uh, we, hebben allerlei, we proberen allerlei leuke acties. We hebben hier nu buiten, uh, wilden we Haren een beetje mooier maken. Hebben we een bannerframe opgehangen. En iedere maand gaan we daar uh, fantastische foto's neerhangen van mensen, uh, van inwoners van Haren. Hè. Toch gooit corona voorlopig nog roet in het eten. Het team kan nog niet al hun plannen uitvoeren. Wij hebben nog wel het gevoel dat we nog niet optimaal. Aan het presteren zijn. Ook omdat we gewoon nog een heleboel dingen niet kunnen. We willen hier heel graag aan de bar um, mensen een kopje koffie kunnen aanbieden. Uh, als ze het gesprek met elkaar aangaan. Uh, dat kan nu niet vanwege corona. Weet je wel, dat zijn dingen. We hebben boven op de, de, op de tweede verdieping we een fantastische kantine. Um, en wat we eigenlijk willen doen. is daar bijvoorbeeld ondernemers aanmoedigen. om met z'n allen lekker te gaan lunchen tussen 12 en half 2. Uh, dat willen we gaan doen met Stichting Borg -Heert. Um, die dan onze lunch enzovoorts gaat verzorgen. En uh, alleen ja, ook die kunnen gewoon momenteel vanwege corona natuurlijk ook niet veel. Dit gebouw mag één jaar gebruikt worden. Jochem hoopt dat de organisatie daarna kan blijven groeien. Wat ik hoop, um, is dat wij hier gewoon echt een plek kunnen creëren die ook gecreëerd wordt door mensen. Dus wij faciliteren eigenlijk alleen. En wat ik, waar wij eigenlijk naartoe willen, is gewoon dat. Zowel de gemeente als wel de mensen die hier zijn, echt doorhebben dat zo'n plekje gewaardeerd wordt. En nu hebben we het gedaan puur op eigen kracht. Um, en we hopen dat de gemeente op een gegeven moment ook zegt: joh, hey, uh, hier is inderdaad, hier kan zoveel ruimte voorkomen. Uh, ja, kom eens langs als je nog niet geweest bent. Kom eens langs, we leiden je graag rond uh, en ervaren. Want dat is de grap: als je hier bent en je voelt de energie en dat soort dingen, dan heb je pas, ja, dan heb je pas echt een goed gevoel. We zijn open, ondanks dat de deuren dicht zitten. Maar uh, je bent meer dan welkom.